Na overleg met gezondheidsautoriteiten hebben de ministeries van Volksgezondheid en Onderwijs, Wetenschap en Cultuur besloten dat een mond- en neuskap niet meer verplicht is voor kinderen beneden 12 jaar. Tot de gezondheidsautoriteiten behoren onder meer kinderartsen. De communicatiedienst Suriname sprak kinderarts Laurindo Kloof. Hij belicht het besluit vanuit het medisch aspect. Wij voeren u mee naar dit gesprek. Dat kinderen beneden 12 jaar geen mondbedekking aan hoeft trekken is eigenlijk een vrij nieuw gegeven. Zoals de meesten van ons weten is COVID-19 is een nieuwe virus. Dat is ontdekt in december 2019. Dus er was niet echt veel bekend erover. Maar wat wel duidelijk werd vanaf het begin is dat kinderen niet ziek werden. En dat hebben we gezien in landen als China, Brazilië, Nederland, maar ook Amerika. Dat eigenlijk alleen de ouderen er klachten van krijgen. En wat de huidige evidence of de huidige bewijs is, dat kinderen onder de 12 jaar, dat eigenlijk het advies is dat eigenlijk niet hoeft. Maar er zijn een paar dingen waarnaar wordt gekeken. Vanaf maart hebben wij in het AZP, wij vormen een centrum waar alle kinderen komen die klachten zouden krijgen. Dus onze COVID-unit. En vanaf maart hebben we dus alle kinderen opgenomen met luchtwegproblematiek of andere problematiek die zou kunnen passen bij COVID. En vanaf maart tot nu, dat is ongeveer 7 maanden, hebben we zoveel kinderen getest en blijkt dat geen van die kinderen COVID-positief was. Dus de conclusie is niet dat kinderen geen COVID krijgen, want ze krijgen wel COVID. Er zijn wel kinderen die positief getest zijn, maar die kinderen hoefden niet in het ziekenhuis te worden opgenomen. Dus die kinderen worden niet ziek. En dat heeft dus onze data dan ook uitgewezen dat, kinderen worden inderdaad niet ziek. En het bewijs is er ook dat kinderen een heel kleine rol spelen, ook bij de overdracht. Dus de kans dat een kind of volwassen ziek maakt, die is ook heel klein tot bijna nihil. Dus in dat opzicht is er volgens de WHO, geven ze het advies dan, je moet afwegen van luister, hoe zit het met de verspreiding in Suriname? En de verspreiding in Suriname is, dankzij alle interventies, is die eigenlijk onder controle. We hebben gemiddeld tussen 10 en 15 nieuwe besmettingen per dag. Het is niet meer zo wijdverspreid. En daarna weet je ook het nadeel van het dragen van een mondkap. Voor kinderen is ontwikkelen is heel erg belangrijk. Dus om de hele dag, vooral de doelgroep tussen 0 en 12 jaar, die willen continu spelen, die willen continu met hun vriendjes bezig zijn. En het kan zorgen voor agitatie, voor dat ze geïrriteerd zijn, dat die fuga. Want ze willen vrij spelen, ze willen vrij rennen, ze willen goed kunnen praten. Docenten die kinderen klanken moeten leren, dat vormt ook een belemmering. Dus zo zijn er een heleboel factoren, een heleboel nadelen op te noemen van die deze maskers kunnen hebben op kinderen. En bovendien is het de vraag als kinderen wel goed de mondkap op en af kunnen doen. Of dat ze bijvoorbeeld naar school gaan met een Mickey Mouse mondkap en komen terug met een Superman mondkap. Weet je, dus we maken dingen van kwaad tot erg. En de belangrijkste ding waarom van de nadelige effecten is bijvoorbeeld dat er bij kinderen heel veel angst komt. Dat ze zeggen, ik mag het niet uitdoen, want anders ga ik COVID krijgen. En ik zeg, als dat een reële angst was, ik ben zelf ook vader van 4 kinderen, als het een reële angst is, dan zeg ik van, weet je, dan moeten we andere maatregelen doen. Maar dit is ongegrond en biedt in dit geval alleen maar nadelen. Dus voor de kinderen van 12 jaar en beneden. Wat wel belangrijk is, is dat wat we nu gaan doen, samen met het ministerie van Volksgezondheid en Onderwijs, zijn er andere protocollen die geactiveerd worden. En wat zijn die protocollen? Ik vind deze protocollen nog belangrijker. Dat kinderen die bijvoorbeeld ziekteverschijnselen hebben die kunnen passen bij COVID, die moeten thuis blijven. Die mogen niet naar school gaan. De klassen zijn klein en overzichtelijk, dat is ook een goed ding. En een van de belangrijkste protocollen is dat als een gezinslid, een familielid, COVID-achtige klachten heeft of COVID heeft, ook al heeft het kind geen klachten, dit kind blijft ook thuis, mag niet naar school gaan.
Dus dit zijn allemaal dingen die zijn ingebouwd om de veiligheid van onze kinderen te kunnen waarborgen. En wat we ook gaan doen is dat er op buurtniveau, op wijkniveau, op districtsniveau continu geëvalueerd wordt. Tezamen met het ministerie van Onderwijs, het BOG inbegrepen en Volksgezondheid gaan we continu aan tafel zitten van hoe zit het met de verspreiding, hoe zit het met de scholen, hoe zit het met de uitbraak. Dus het is, we zijn er nog niet. We gaan heel vaak bij elkaar komen en continu bijstellen. Dus ik wil gewoon bevestigen dat het veilig is. De angst die ouders hebben is een heel begrijpelijke angst. Omdat heel veel in de media wordt gezegd mondkap, 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 mondkap. En nu plotseling hoeft geen mondkap. En de reden daarvoor is dat het is een nieuwe ziekte. Er is continu nieuwe informatie die naar voren komt. En op basis van deze informatie moeten we dan bijstellen en kijken in hoeverre dat wat we doen niet meer nadelen heeft dan voordelen. En het belangrijkste van de aanpak van het ministerie van Onderwijs samen met Volksgezondheid is dat er is gezegd, juffer, schooljuffer, de schoolleiding, die moet nog steeds mondkap dragen. Voor iedereen geldt handhygiëne. Dus die voorzorgsmaatregelen, daaraan komt men niet. Want als er uitbraken zijn geweest in de andere landen op scholen, dan is de bron meestal een van de schooljuffen. Of anders. Dus het blijft belangrijk dat gewaarborgd blijft, dat de schoolleiding nog steeds de COVID-regels in acht neemt. En dat voor de kinderen geldt, mocht een gezinslid positief zijn, COVID-positief, dan blijft dat kind thuis. Dus die kinderen moeten we dan isoleren om eigenlijk zo veilig als mogelijk een bubbel te creëren waar de kinderen gewoon veilig naar school kunnen gaan. Kan het dragen van mondkappen, van een mondkap gezondheidsrisico's met zich meenemen? En het antwoord daarin ligt dat de mondkap is bedoeld om grote, wat ze noemen droplets, speeksels, dat wordt uitgescheiden bij het praten, om die tegen te houden. Zuurstof gaat eigenlijk normaal gewoon in en uit. In mijn vak dragen we eigenlijk al jaren hele acht uren een mondkap. En je ziet dat eigenlijk geen consequenties heeft. Want het is speciaal ontworpen om zuurstof in te laten. En dus dat je eigenlijk gewoon normaal kan ademen. Er is onrust bij ouders, omdat er iets zal circuleren dat twee kinderen zijn doodgegaan door het dragen van een mondkap. En ik wil zeggen dat het heel erg gevaarlijk is om informatie tot je te nemen en direct als waar te beschouwen omdat het op Facebook staat of omdat het ergens staat. Het is belangrijk dat als we deze informatie nemen, dat we heel kritisch kijken. Dat stuk komt uit Duitsland. En in Duitsland zijn twee aparte gevallen van een 12-jarig meisje en een 13-jarige jongen. Van het 12-jarig meisje is bekend dat ze in een bus was en toen plotseling is flauwgevallen en is overleden. Wat er toen is gedaan, is dat er wat we noemen een autopsie, een biopsie. Men heeft het lichaam onderzocht om te kijken waardoor dit kind is overleden. En blijkt, en dat onderzoek is twee keer gedaan. En bij beide keren is niet aangetoond dat dit kind is overleden ten gevolge van zuurstoftekort. Dus om te zeggen dat de mondkap daarom gevaarlijk is, dat is eigenlijk, die relatie is niet... is heel erg gewaagd. En als je verder gaat zoeken bij dat stuk, zie je dat beide publicaties, beide YouTube-video's, door één arts zijn gepubliceerd. Dus daar kan je allemaal zeggen van, weet je, hoe betrouwbaar is dat? Wat het wel brengt, is dat het dragen van een mondkap een benauwd gevoel kan geven. Ik ben arts, ik ben kinderarts, ik draag de hele dag mondkap. Ik werk voornamelijk in een airco-ruimte, maar op soms gegeven, ik word gewoon woelig. Ik wil dat ding gewoon uittrekken. En je kan je voorstellen dat als je een kind bent, het is 10 uur, het is 11 uur, het is al 39 graden. Op een gegeven moment begin je ook een beetje te frustreren. Weet je, en als angst erbij komt, als hyperventilatie erbij komt, want iedereen zit tot te schreeuwen. Weet je, al die dingen dragen niet bij. Maar de mondkap op zich, dat is niet schadelijk voor de gezondheid. Tot slot wil ik benadrukken dat voor kinderen onder 12 jaar om zonder mondkap naar school te gaan, dat absoluut veilig is.
we samen met, ik ga het herhalen, samen met Volksgezondheid hebben protocollen in stand om ervoor te zorgen dat zieke kinderen niet naar school gaan en dat in huishoudens met mensen die COVID hebben, dat die kinderen, ook al hebben ze geen klachten, dat die ook niet naar school gaan. En we gaan heel vaak in contact blijven. De schoolleiding krijgt een nummer waarop ze kunnen bellen en rechtstreeks met kinderartsen, met huisartsen kunnen overleggen. Dat is de enige manier hoe we deze complexe ziekte kunnen overwinnen.